Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal voor de nieuwe Volgezonde Rond. Ik ben Jennifer, verloskundige en moeder. En op mijn kanaal vind je handige tips en informatieve video's, alles over vrouwen, zwangerschap en hun baby's. Vandaag wil ik met jullie bespreken wat mijn 10 beste tips zijn om een borstontsteking te voorkomen ofwel te behandelen. We gaan meteen aan de slag, maar eerst een lesje anatomie. De borst bestaat uit het donker gekleurde, dat is je tepelhof. Dan heb je natuurlijk de tepel zelf en al die witte bolletjes of die kleine verdikkingjes, dat zijn de kliertjes van Montgomery. Die zijn belangrijk omdat ze een soort van olieachtige substantie uitscheiden die ervoor zorgt dat je tepel soepel blijft. Aan de tepelhof zitten allerlei melkkanaaltjes die samenkomen in de tepel. Op het moment dat die melkkanaaltjes vollopen, dan kan daar een mogelijke verstopping ontstaan. En zo'n verstopping kan een ontsteking veroorzaken. Dat noemen we dan ook een borstontsteking. Meestal rond dag 4 van je kraambed merk je dat de melkklieren in je borst al helemaal vol lopen. Je borsten zijn wat hard, wat vol, kunnen ook gevoelig zijn. Houdt ongeveer 2 dagjes aan en dan neemt dat ook wel weer af. We noemen dat dus de stuwing. Dat is gewoon een normale verloop van gevulde borsten. Maar bij tekenen van een borstontsteking moet je vooral letten op: zijn de harde knobbels in de borst te voelen? Zijn er duidelijke rode plekken in de borst te voelen? Doet het pijn bij het voeden? Voelt de borst ook pijnlijk aan? Maar ook, heb je last van een grieperig gevoel? Of heb je last van koorts? Bij die verschijnselen is het superbelangrijk om de volgende tips toe te passen. Een van de oorzaken dat die melkkanaaltjes verstopt kunnen raken, is als je borst niet goed wordt geleegd. Dat kan doordat de baby niet goed effectief drinkt, of dat je kolfapparaat niet goed werkt om je borsten leeg te maken. Super belangrijk dus om te checken nadat die kleine heeft gevoed of dat je borsten weer soepel aanvoelen. Dat is een teken dat die melkkanalen en de melkklieren ook weer goed geleegd zijn. Belangrijk is ook dat die melkkanaaltjes die in die borst zitten vrij zijn. Op het moment dat je bijvoorbeeld je borst vasthoudt om te voeden en je geeft daar druk op, kan het zijn dat je een melkkanaaltje dichtduwt. Dat kan dus weer voor een verstopping leiden en dus weer voor een ontsteking zorgen. Dus zorg ervoor als je voedt dat je de borst in een handgreep houdt van een hamburger en niet te veel druk geeft. Ook is het belangrijk om niet al te strakke kleren te dragen, zoals een hele strakke BH of een haltertopje wat een beetje af kan snijden. Dat zijn allerlei dingen die die melkkanalen een beetje kunnen tegenhouden. Ook kan bijvoorbeeld een draagzak waarbij de banden best wel hard insnoeren ook een reden zijn om een verstopte melkkanaal te krijgen. Goed opletten dus bij strakke kleding. Een van de factoren die ook een rol spelen bij het ontstaan van borstontsteking is tepelkloven. Tepelkloven geeft een opening naar je borst en wel melkkanalen toe, waardoor er makkelijker een bacterie in kan komen. Dus zorg ervoor dat als je een tepelkloof hebt, dat je hem goed laat genezen en dat je de oorzaak probeert te achterhalen. Want meestal ligt er een oorzaak achter als iemand een tepelkloof heeft. En zo voorkom je dus mogelijke ontstekingen in de toekomst. Een borstontsteking ontstaat vaak in de eerste weken na de bevalling. Want je borsten moeten gewoon nog goed wennen. Het is dan heel erg belangrijk, tip nummer 1, dat je frequent je borsten leegt. Dat kan dus door wel de kleine aan de borst te leggen of te gaan kolven. Zorg ervoor dat je er gemiddeld zo'n 3 uurtjes tussen laat. Het is gewoon super belangrijk dat je wel goed luistert naar je lijf. Je kan duidelijk aanvoelen, zijn mijn borsten heel erg vol? Kan ik nog even wachten? Of moet ik al eerder mijn borsten gaan legen? Je kleine speelt hierin een belangrijke rol. Maar als je merkt dat dat dus niet goed lukt, dan zou je eventueel ook met een kolf die borsten kunnen legen. Zorg ervoor dat je geen sessies mist. En als je dus niet bij de kleine aanwezig kan zijn, dat je dan ook een keertje kolft om dus die borsten goed te legen. Tip nummer 2. Schakel een lactatiekundige in als de kleine niet goed aan de borst kan drinken. Soms kan een onderliggend probleem daarvan de oorzaak zijn. Dan moet je denken aan mogelijk een tongriempje of een lipbandje. Dat zijn kleine dingetjes waarin de kleine niet goed kan aanhappen. Op het moment dat de kleine niet goed aanhapt, kan je tepelkloven krijgen, die dus een borstontsteking kunnen veroorzaken. Maar die kleine kan ook misschien niet effectief die borst goed legen. Super belangrijk om hier dus mee aan de slag te gaan als je merkt, hey, na de voeding voelt mijn borst niet soepel aan. Schakel dan een lactatiekundige in als je merkt, misschien zou dit een onderliggend probleem kunnen zijn. Whoopsie, ik ben tip nummer 3 vergeten. Tip nummer 3 is, probeer van posities te veranderen tijdens het aanleggen van die kleine. Belangrijk hierbij is dat je kijkt aan welke kant voel ik een harde schijf of een beetje een verstopping zitten. En dat de kin van die kleine die kant op richt. Dus merk je, oh het zit een beetje aan de zijkant of achter, leg dan in de rugbyhouding neer. En als je merkt, oh die knobbel ligt een beetje hier boven de borst, dan is het juist weer handig om die kleine neer te leggen op bed. Jij hangt er overheen. En met je borst kan je dan zo in een liggende positie die kleine voeden. In de tussentijd kan je zelf masseren om zo weer die knobbel vrij te krijgen. Dit was tip nummer 3. Nu snel terug naar de video. Tip nummer 4 is speciaal voor de dames die kolven. Op het moment dat je merkt dat je kolfapparaat niet goed je borsten leegt, of dat je denkt, hé, mijn melkproductie wordt steeds minder en minder, terwijl ik wel goed frequent aan het kolven ben, dan is het belangrijk om goed te kijken of dat je borstschild goed past bij je borst. Als je een borstschild koopt, dan is het superbelangrijk dat je oplet op welke maat je hebt. Dat kan je doen aan de hand van het opmeten van je tepel. Niet de tepelhoofd, maar echt puur alleen de tepel. Leg er een liniaaltje langs of een klein meetlintje en je meet het aantal millimeters dat je tepel breed is. Dit vertelt je welke borstschild je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld merkt dat je tepelhof van kleur verandert of je tepels doen heel erg zeer, dan kan het dus ook zijn dat je borstschild te groot of te klein is. Goed opletten dus. Als je aan het kolven bent en je merkt dat je tepels tegen de zijkanten aanschuurt, dan is je borstschild te klein. Koop dan een grotere maat in. Dat verhelpt dit probleem. Daarnaast is het ook belangrijk dat je tepelhof en je tepel in het midden van de schild moet zitten. Je tepelhof moet dus nog een klein beetje ruimte hebben en mag niet volledig in dat tuutje getrokken worden. Als je merkt dat je tepel helemaal tot het einde getrokken wordt, dan is je borstschild te groot. Neem dan een maatje kleiner. Wat je kan doen om preventief je tepels te beschermen tijdens het kolven en wel tijdens het voeden, is het insmeren met pure lam of bijvoorbeeld met een kokosolie. Dit geeft een soort van glijmiddel, wat maakt dat als je tepels dus een beetje worden getrokken, dat er wat minder schuring op komt, dus wat minder kans op tepelkloven, dat het dus ook wat minder pijnlijk is tijdens het kolven of tijdens het voeden. Super handig om dus preventief in te zetten. Tip nummer 5 is, pas warmte toe voordat je aanlegt of voordat je start met kolven. Zeker als je opmerkt dus dat je borsten al wat harder, wat pijnlijker, knobbels of harde schijven heeft of rode plekken. Dan is het juist fijn om of met een warme washand of met een handschoentje gevuld met warm water of onder een warme douche te zorgen dat je die borst gaat opwarmen. Op het moment dat je die borsten gaat opwarmen, maakt het dat je bloedvaten, dus ook wel die melkkanaaltjes, wat wijder gaan staan, waardoor het wat makkelijker die melk kan vloeien. Het is goed voor je productie, maar dus ook goed om je borsten goed te legen. Zeer belangrijk dus. Tip nummer 6 gaat over hoe kom je van die harde knobbels ofwel harde schijven af. Tussen de voedingen door kan je onder de warme douche ervoor zorgen dat je met massage en met trillingen van die harde schijven afkomt. Als je onder de douche staat, dan kan je met je vingers in een circulerende beweging proberen die harde schijven los te masseren. Probeer dan ook altijd richting je tepel toe te werken, want via de tepelhof komt natuurlijk de melk er weer uit. Als je merkt dat dat niet zo goed lukt, dan kan je met je vuist in een wat knedende beweging, ook weer naar de tepel toe, proberen die knobbels en die harde schijven los te maken. Probeer dit zoveel mogelijk onder een warme douche, want het geeft dus ook een beetje pijnstilling. Zorg weer dat die vaten openstaan, zodat die melk wat makkelijker door kan lopen. Soms wil dat niet lukken of voelt dat ook te pijnlijk. Dan is een handige tip, die misschien een beetje raar klinkt, maar hij werkt echt. Of een elektrische tandenborstel te gebruiken, of iets anders te gebruiken wat een trillende beweging geeft. Ik heb hier zo'n gezichtsborstel, die dus ook zo'nzelfde trillende beweging maakt als dat een elektrische tandenborstel doet, maar een wat vlakkere kant heeft. Dat voelt misschien iets prettiger dan een elektrische tandenborstel, maar je kan dus werken met alles wat je in huis hebt, zolang het maar onder water in de douche zou mogen. Je zet dus dan het trillende apparaat op die aangedane plek en masseert dat dus in weer die rustige bewegingen naar de tepel toe. Vaak maakt dit dus echt dat die harde knobbels en harde schijven dus ook volledig loskomen. Super belangrijk om die volledig los te krijgen, dus totdat je borst echt weer volledig soepel aanvoelt. Omdat die verstoppingen, die harde knobbels, er juist voor zorgen dat er ontstekingen kan ontstaan. Op het moment dat er ontstekingen ontstaan, kan de pusvorming komen. En als de pusvorming komt, dan noemen we dat een absces. Een absces kan leiden tot ontstekingen verder in het lijf. Dus echt belangrijk dat als je knobbels voelt of harde schijven, dat je met deze tip aan de slag gaat. Tip nummer 7 is voor zowel de dames die aanleggen als de dames die kolven. Dat is namelijk borstcompressie. Het uitvoeren van de borstcompressie zorgt er namelijk voor dat je een betere melkuitstroom hebt. Op het moment dat je dus aanlegt ofwel met de kolfapparaat bezig bent, dan kan je met je borsten proberen dus met wat borstcompressie richting die tepel toe te werken. En je merkt dat je toeschietreflex mogelijk toe kan nemen, maar in ieder geval dat die borsten beter geleegd worden. Tip nummer 8 is koude koelcompressen. Koude koelcompressen zorgen er weer voor dat die vaten weer een beetje gaan vernauwen. Op het moment dat je hebt gevoed en je bent er klaar mee, met aanleggen of met kolven, is het belangrijk dat als er tekenen zijn van een borstontsteking of als je daar gevoelig voor bent, dat je dus gaat proberen die borsten na de voeding te koelen. Dat kan dus met speciale koelcompressen die je kan kopen, maar je kan het eventueel ook doen met gewoon een koud washandje. Dit helpt dus weer om een ontsteking te voorkomen. Tip nummer 9 is de Haakaa-kolf in combinatie met wat bitterzout. Een Haakaa-kolf is een siliconen borstkolf, een soort lekschaal die je kan gebruiken. Je kan die aan je borst hangen, dat is een soort van zuignap en dan hangt die lekschaal eraan. Als je die vult met water en wat bitterzout, dan geeft dat soort van een trekkende beweging, waardoor soms de verstopping die in die melkkanaaltjes zitten uit die tepel kan. Het zorgt niet voor meer productie, het zorgt alleen ervoor dat een eventuele verstopping eruit komt. Heb je nou niet zo'n Haakaa-kolf? No worries, want je kan proberen hetzelfde effect te krijgen met dus een klein badje en wat bitterzout en daarin je borst te hangen. Dus een klein beetje voorover hangen om te zorgen dat het water en die bitterzout met elkaar in aanraking komt. Maar het meest effectief is dus zo'n Haakaa-kolf. Tip nummer 10 is zonnebloem lecithine. Lecithine kan ervoor zorgen dat je wat minder vaak borstontstekingen kan krijgen. Het werkt dus preventief. Merk je dat je gevoelig bent voor een borstontsteking of borstontstekingen komen steeds vaker terug, dan is het advies om 2 eetlepels van de zonnebloem lecithine in te nemen. Je kan dit door je yoghurt, door je smoothie of door je kruisli doen. Lecithine is niet wetenschappelijk bewezen, maar uit ervaringsonderzoeken blijken veel vrouwen die een terugkerende borstontsteking hebben, er veel baat bij te hebben. Dus heb jij een borstontsteking in het verleden vaak gehad, dan zou ik dit preventief inzetten. En als je merkt dat je een borstontsteking hebt gehad, maar dat die dus in je kraamperiode steeds vaker terugkomt, dan is het misschien ook een goede om met deze preventief te starten. Als er ondertussen sprake is van een borstontsteking, dan is het belangrijk om een pijnstilling te gebruiken die ook ontstekingsremmend werkt. Als je merkt dat paracetamol niet voldoende is en je nog steeds last hebt van tekenen van een borstontsteking, dan zou het dus enorm kunnen helpen als je een ontstekingsremmer neemt waar dus ook pijnstilling bij zit. Want het kan dus best pijnlijk zijn. We hebben uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan en de meest veilige keuze bij een borstontsteking is het tijdelijk innemen van ibuprofen. Normaal gesproken raden we ibuprofen niet aan als je borstvoeding geeft, maar kortdurend, zeker bij tekenen van ontsteking, kan het dus juist positief werken. Overleg dit eventueel altijd eventjes met je huisarts om te kijken van hey, is dit nu een goed moment om met ibuprofen te starten? Want je hebt liever dat je kortdurend pijnstilling gebruikt om een ontsteking te voorkomen, dan dat je een ontsteking uiteindelijk moet gaan behandelen. Als jij 24 uur lang met ofwel koorts of de andere symptomen van een borstontsteking blijft lopen en het lukt jou ondanks alle tips niet om die borsten goed leeg te krijgen, dan is het misschien mogelijk dat je moet gaan starten met antibiotica. Er zijn verschillende antibiotica's die je kan gebruiken met je borstvoeding. Trek dus dan altijd bij je huisarts aan de bel als je 24 uur lang last hebt van koorts of de andere klachten, omdat het dan verstandig is om eventjes wat hardere middelen te gebruiken om die borstontsteking onder de knie te krijgen. Een borstontsteking die niet goed behandeld wordt, kan leiden tot veel gevaarlijke problemen. Ik zorg ervoor dat ik eventjes in de beschrijving alle linkjes van de producten neer zal zetten. Zo kan jij in ieder geval in je kraambed goed aan de slag op het moment dat jij tekenen van borstontsteking ziet. Of als je dus gevoelig bent voor borstontstekingen die je in het verleden hebt gehad. Ik hoop dat jullie veel aan dit filmpje hebben gehad. Geef even een like en drop in de comment als jij wat aan deze tips hebt gehad. Zo weten andere vrouwen ook wat ze kunnen proberen. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe vlog. Ciao!